Suriname houdt vast aan de One China Policy. Dat heeft president Chan Sant'oki benadrukt in een televisieprogramma, televisieboodschap in verband met het Chinees nieuwjaar. Wereldwijd wordt vandaag het jaar van de os herdacht. De os is het tweede dier in de 12-jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem. President Sant'oki gaf aan dat met de Volksrepubliek China Suriname ook een historische band heeft en een lange vriendschap die heeft geleid tot goede bilaterale samenwerkingen. Door de jaren heen is op verschillende gebieden samengewerkt, waaronder de agrarische sector, infrastructuur, veiligheid, defensie, training en capaciteitsversterking en gemeenschapsontwikkeling, financiën, cultuur en handel. Vanuit wederzijds belang en wederzijds respect draagt de Volksrepubliek China op verschillende manieren bij aan de nationale ontwikkeling van ons land. En ook in de toekomst zal deze hechte band blijven voortbestaan. Het staatshoofd geeft verder aan dat de eerste Chinezen op 20 oktober 1853 in Suriname arriveerden, 10 jaar voor de afschaffing van de slavernij. Dus ook zij worden gezien als Jaja Surinamers, net als u en ik, merkte de president op. De Chinezen spelen niet alleen een grote rol in de sociaal-economische ontwikkelingen, maar ook in de opbouw van een harmonieuze, multiculturele samenleving in Suriname. De president stond verder stil bij de positieve eigenschappen van de os. Ik spreek daar ook de wens uit dat we allen samen deze pandemie verslaan. En zodoende samen de eigenschappen van de os inzetten in het belang van vrede, rechtvaardigheid, ontwikkeling, welvaart en welzijn voor ons volk en de gehele natie. De os staat ook bekend als een geboren leider en een harde werker. Deze eigenschappen komen zeer bekend voor. Het zijn de eigenschappen die deze regering meer dan ooit nodig heeft om Suriname uit haar malaise te halen. En niet alleen de regering, maar in iedere Surinamer zit er een geboren leider en een harde werker. Het jaar van de os wordt daarom een jaar om obstakels weg te nemen, zowel voor land en volk. Suriname is het enige land op het westelijk halfrond dat het Chinees nieuwjaar heeft ingesteld als nationale feestdag.